praat. Nee, praat niet, best stil. Ja, mensen, vandaag zijn we hier met Zakken Loco, met Aje Vlogs. We zijn vandaag in Brussel. Brussel. We gaan vandaag doen. We gaan vandaag een beetje wandelen met deze man. We gaan hier misschien naar de markt in Brussel. We zijn hier helemaal vrij, mensen. Als je komt dat gaan, corona hebben we nog gedaan. Je weet ooit. Oké, dan hebben ze een vaccin gekregen, maar niet veel mensen. Nog veel mensen. Dood is miljoenen mensen die dood. Al lang duren. Ja, mensen gaan mensen dan dat ze de vaccin niet aandoet. Je doet ook de politie, goed direct. 300 euro. Oh ja, die kip. Het is niet 50 euro of 60 euro. Nee, maar tegenover dat kost. Boetes. Boetes die kosten misschien als je zonder masker gaat lopen, mensen. In de bus of zonder bus. Of als je buiten bent, waar veel mensen zijn. Moet je altijd je masker aandoen. Zonder masker krijg je boete misschien tot 100 tot 250 euro boete. Ja. Max. We moeten oversteken. Of niet? Ja. Ja, maar dus mensen, we zijn nu hier in Brussel. We gaan een beetje maskers kopen, we gaan een beetje wandelen. We gaan straks naar de toren van Brussel. Daarna, mensen, I see you straks. En ja. Goodbye. Brussel, je weet toch. Binnenkort ga ik interviewen in Brussel, nu vandaag niet. Want het regen is daarom niet, maar binnenkort. Ik ben er mee gaan filmen, maar binnenkort gaan we naar Antwerpen komen. Naar Brussel, naar Gent, naar Leuven, overal. Misschien in een paar weken in Leuven of zo gaan we interviewen. Dan ga ik eerst naar de winkel, een beetje maar iets gaan halen. Zodat de fixen dat we kunnen een goede kwaliteit opnemen voordat er geluid achterkomt is. Dat ik niet aan doe, maar dat wordt binnenkort geregeld. Eerst wat je weet toch, andere dingen te regelen. Dat zien we nog. Die naar de straat, de Zakken Loco. Hij heeft ook artiesten naam Zakken Loco met muziek. Binnenkort komt een nieuw liedje. 21 mei, hou jullie in de gaten. Aan de Zakken Loco Music, komt hieronder in de beschrijving. Ga abonneren daarop als je nog niet geabonneerd bent. Haal die account in de gaten alsjeblieft. 27 mei komt een nieuwe poko, je weet toch. Ik sta met mijn brada hier. Je weet toch. Maar ik ga zieke poko's. In de kort. Dikke hit. Jawel ja. Ik ben in Brussel. Ergens. In Molenbeek. Ik wil het opnemen. In Molenbeek. Jawel ja. Jullie zo. Ja mensen, ik ben verder, je weet toch. Dus ik denk dat dus de stad gaat nu sowieso, ga ik naar de stad. Ik heb net een paar moedmokjes gekocht en zo, zoals jullie zagen. Maar onderweg met mijn brada hier. Ja, toen zijn rustig op de weg. Rustig uit aan het vloggen. Ja, maar ja. Vloggen moet altijd, je weet toch. Dus je gaan abonneren. Deze video gaat delen en dus abonneren en zo. Ik ben hier. Ga je zo verder. Ja mensen, in de city, je weet toch. Ik heb het, een grote city, een rustige chill. Je weet toch, maar aan het chillen. Ik vind het zo rustig, maar ik heb niet gefilmd. Sorry daarvoor, ik heb mijn camera te pakken. Ik wil een keer beter, want ik ga hier een interview maken. Maar hier, ja, interview hier in Brussel, dat moet ik zijn. Mensen praten alleen maar Frans, maar geen probleem. Een Frans interview voor jullie, je weet toch. Een beetje met titel om de Nederlands te kunnen begrijpen wat de mensen zeggen. Als ze mijn Nederlands spreken, spreken we in Nederlands. Als ze mijn Frans spreken, ga ik mijn best om een goede video te maken. Dat je ook kunt begrijpen wat die allemaal zeggen. Dus dan gaan we werken. Ik ben nu bezig met een boek gemaakt van mijn brata. En binnenkort komt een liedje dat ik dan weg. Ik hoop dat jullie die account gaan abonneren. Dat jullie al in de gaten gaan houden en gaan blijven checken. Nu ga ik meteen naar de bus. Dan ga ik naar huis. Dat is ook niet te doen. Dat is voor deze heel korte video van vandaag, heel korte vlog. Soms is dat kort, soms is dat lang. Soms is dat leuk, soms is dat saai. Maar ja, dat moet altijd. Dus je weet ook een goede video maken. Ja. Ik weet niet of we meteen gaan nog meer praten, maar als je even met mij aan het filmen, weet je wie aan het praten is. Of iets anders aan het doen. Dus. Nee. Aan de interviews zie ik maken, van de kort. Om blijven checken. Straks ga ik thuis
Ik ga het materiaal klaarmaken. Ik ga alles in orde. Nu kom ik op dit beeld en dan ga ik laten zien wat City is vandaag. En hier met de Prada zakken. Ja mensen, vandaag, we zijn hier in Brussel, jullie weten. Ja, we zijn hier op de slechte weer. Maar toch mensen, blijf ons checken. Binnenkort een nieuw liedje voor jullie. Blijf ons altijd checken mensen. En ja, binnenkort we gaan zien voor de 10k mensen. En ja, ik heb niets meer te zeggen mensen. Eerst naar jullie, eerst naar Zakar Loco. En tot de volgende keer. Ja, we zitten de volgende keer. Je hebt gehoord wat hier. Ook een nieuwe video. Dan je gaan abonneren, gaan liken, gaan blijven checken. Nu voor de hele korte video vandaag. Maakt niet, check hem gewoon. En maakt niet uit veel fusies of te liken, maar ik weet niet wat, boeit niet. En tot de volgende keer, zeg ik gewoon. Ciao, abonneer, like. Ciao. Mooie achtergrond, mensen. Dat is bibliotheek, wil ik ook weten. En wat boeken. Ik kom misschien in mijn pot tegen, misschien kom andere mensen tegen. Ja, dat is echt niet iedereen, weet toch. We doen opnames. We gaan het opnemen, moet je altijd opnemen.